Dankjewel dat je vandaag weer meebidt. Gebed is en blijft zo ongelooflijk belangrijk. Ook al voelt vervolging soms ver weg, al kun je je niets voorstellen bij de verhalen die je hoort, toch is het heel bemoedigend dat ook jij bidt voor onze vervolgde broers en zussen. Over je iets vertellen gesproken, wat kun jij je voorstellen bij armoede? Misschien ben je wel eens op reis geweest naar een ontwikkelingsland. Dat kan heel schokkend zijn. Kinderen met gescheurde kleren, vieze, stoffige straten, overal vuilnis. Ik weet niet wat jouw associaties zijn, maar ik weet wel dat onderwijs heel belangrijk is om aan armoede te ontsnappen. Voor degene die naar school gaat en voor de hele familie. Zo ook bij het arme gezin waar Rema uitkomt. Deze 22-jarige vrouw uit Nepal volgt momenteel een opleiding. Met behulp van Open Doors kon ze die starten. En zij weet dat mensen als jij en ik voor haar bidden. En dat bemoedigt haar enorm. Wat ze erover zegt, dat hoor je morgen. Bid je vandaag mee dat Rema haar studie tot een goed einde brengt? En als ik je toch vraag om mee te bidden, volgende week vrijdag organiseert Open Doors de Nacht van Gebed. Via een livestream bidden we samen voor de vervolgde kerk. Er is ruimte voor muziek, overdenkingen en natuurlijk gebed. Wil jij meedoen? Meld je aan via opendoors.nl/nacht en ontvang het gebedsboekje.